gezond zal bijdragen. Dat mag echt wel een dikke laag zijn. Ah ja, voilà, dat kan ook. Voilà, ja. En dan met de haarrichting mee. Dus zo moet het van een dokter. Maar komt het goed los? Ja. Het probleem is, wij doen draaiende bewegingen en dan gaat dat veel beter los. Maar ja, zodat de mensen thuis eigenlijk geen risico nemen, zouden ze het zo moeten doen. Ja. Ik heb de beweging heel goed hoor. Gaat het? Ja, ja. Dat kan zo wat trekken, hè? Klein beetje, maar het is niet erg. Zie je, dus in principe zouden wij het nu nog eens het hele proces moeten herhalen. Hè? Maar dat is natuurlijk ook omdat het nog maand 18 is. Hè? Dat klopt, hè, wat ik zeg. Ja. Is het water oké zo? Ja. Daar gaat hij ook beter vinden. Ja. Ja, het komt inderdaad goed los. Ja. Maar... En dan als de korstjes af zijn, kunnen ze ook de gewone normale beweging terug maken. Kom nu vanaf. Vanaf nu iedere week een haar hier laten wassen. Ja, dat is goed. Ik had dan niet een klein letter geslogen. Je hebt het privilege natuurlijk wel. Ja, ik dus ook zeggen, ik vind dat echt niet erg. Andere patiënt, onze PCR test laat het doen. Ja. Ah ja, dat is goed. We zijn nog gewoon met zo'n draaiende beweging. Ja. En dan de dag daarna mogen ze terug naar hun eigen shampoo gaan of ze gebruiken deze nog wel kan.
Voelt dat nu anders nu dat je die korstjes meer hebt of niet? Dat zij dat was, bedoel je? Ja. Ja, vooral omdat er terug gevoel in zit. Dat zou ik juist zeggen van die engel als stekeldieren. Dat je, ja. En ook vooral, maar dat is waarschijnlijk persoonlijk, ik ben er, wel, ja, ik ben er ook gewoon afgebleven, hè, zolang als ik kon. Ik ben vooral, maar ik kan het eigenlijk zien, ben vooral heel nieuwsgierig om dat zonder die korst te zien. Ja. Oké. Okay. Nee, en ik ben eerlijk gezegd ook... Ik denk dat dat ook zo is, gelijk als je zo... Een puist of iets hebt op je wang. Yeah. Jij ziet dat alsof dat je en andere mensen die bekijken dat niet. Ja, dat is ook zo. En dan gaan ook nog de rest van de korstjes afkomen. Ziet je? Ja. Dus de volgende dagen, als je de haren wast en je wrijft met de handdoek, daar gaan altijd nog wat korstjes blijven afkomen. Hè? Ja, want sommige korstjes zijn zo donker, maar soms zijn die ook zo licht van kleur. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Zeg een praktische vraag. Ben